De groei van Bosprints die heeft te maken met het feit dat wij vanuit onze klantgerichtheid ons altijd gepositioneerd hebben, niet alleen als fabrikant, maar vooral als dienstverlener naar de klant. En we hebben geprobeerd van dicht bij de klant te staan. Dus dat was naar de vakman toe door eigen groothandelaar te zijn en door allerlei diensten te ontwikkelen. En naar de particuliere klant was de consequentie zelfs dat wij met een eigen winkelformule, namelijk Colora, voor de dag kwamen. Dat is de consequentie van dicht bij de klant te gaan staan. Het is maar zo dat je echt de klant goed kunt bedienen. Hoe is dat dichtstaan bij de vakman dan begonnen? Op een bepaald moment, en dat is nu bijna 40 of 35 jaar geleden, begonnen wij te zien dat de verfspuitmachines kwamen op. En de lonen van de schilders werden te duur en de borstels en de rollen waren te traag. En er was nood aan mechanisatie om productiviteit in het vak te krijgen. En dus stonden wij voor de beslissing, gaan wij verfspuitmachines verkopen of niet? Er werd mij afgeraden ter stelligste van daarmee te beginnen. Want dat zou alleen maar problemen geven en niets opbrengen. Veel kosten, veel klachten. Zeker ten alle prijzen te vermijden. Maar wij hebben dat toch gedaan. We zijn beginnen verkopen. We hebben zelfs geïnvesteerd in iemand die alleen maar dat zou doen. Waarom? Omdat wij wisten en voelden dat de klant daar behoefte aan had. En dat daar de toekomst in het vak in zat. En we hebben die problemen erbij genomen. Het was inderdaad, het is een grote kost. We deden aan verkoop, we deden aan verhuur, demonstratie en herstellingen. En dat bijkomend voordeel was dat wij hebben geïnvesteerd in mensen die in zo'n ondersteunende functie begonnen, maar die konden doorgroeien als vertegenwoordiger, als Colora-uitbater, als kleuradviseur. Het werd dus een kweekschool voor commerciële krachten. En dat waren allemaal onvoorziene nevenvruchten van die ene inspanning van gericht te zijn op de klant, zonder dat we dat wisten wat dat ging opbrengen. Maar dat heeft dus een hele vruchtbare ontwikkeling gegeven aan heel het bedrijf.